Hey. Hallo. Let's go. Ze wacht. Je t'envoie toutes mes ondes positives pour le Japon. Reviens-nous avec une médaille. Gros bisous, bon vent. Ma grand-mère. C'est ta grand-mère. C'est vraiment mon pilier. Je pense que c'est la seule qui a suivi tous mes matchs en WNBA. Remco moet hier thuis veel doen. Ja, ik moet thuis ook wel de wasmachine insteken en de was ophangen. Je kent de programma's, je kunt sorteren. Ja, normaal wel. Koersje is op 40 graden. Liefst niet te warm, want anders krimpen ze nogal. Ik denk dat we une dizaine à faire la fin de soirée, fermeture de la boîte. Cette année, ça va être un peu différent vu que maintenant t'es papa, tu vas être un peu plus sage. Bah, s'il n'y avait pas le Covid, j'aurais fait des bonnes soirées là-bas aussi. Uw vriend komt eigenlijk ook uit een familie van goede renners. Ja. Als hij zo nu ziet vertrekken naar de Spelen, denkt hij dan soms ook nog terug aan zijn eigen carrière? Oh, eerlijk gezegd denk ik dat niet, want die heeft superveel talent. Die kan keihard met de fiets rijden, maar die heeft geen karakter. Ah. Dus, Ik meen dat mentale aspect zeer belangrijk is dan in de sport. Oh ja, ja. Kan je daarop trainen op een bepaalde manier? En ik doe zo van die thematrainingen. Dus soms doe ik Bollywood muziek en dan Franse chansons. Ja, echt om verschillende invloeden te leren beheersen dan. Ja. Klopt dat je ooit een brief hebt geschreven naar Kim Gever? Ja, dat stond vol met vragen. Dat was echt... dat was zo ik die groot wou worden en die het ook wou maken, zoals haar. En dan zo, oké, wat eet je? Het zal zoiets zijn geweest. De rest moet ik niet vertellen. Nee. En nu verloofd? En nu verloofd, ja. We zijn sinds december verloofd. Wauw, dus... proficiat. Ja, dank u. Spannend. Ja, ik ben zelf ook verloofd al 9 jaar, dus ik had jullie wel iets sneller gaan trouwen. Ik zit nu al heel tijd zo van, ik wil een stuk van die taart eten. Echt, snijd je een stukje af, hè. En smaak het. Dat is echt goede taart. Voor de nummer 5 brengt je geen goedkope taart mee. Hè? Mijn go-to-bestelling is meestal gewoon zo een klein pakje friet met satékruim. Dat is lekker. Een potje joppiesaus natuurlijk. Ja. En een biki wrap. Of een julienne. Kijk, ik heb er nu weer al zin in. Hè. We wouden eigenlijk ook de mullet terug hip maken. Met een goede mullet kunnen niks misdoen. Ja, stijl. Je merkt dat. Eigenlijk, het moment dat we toekwamen in Tokio, een van de eerste vrijwilligers dat we zagen, had ook een mullet. En dan wist je gewoon, ja, voilà. Dat was echt een goede move om dat hier te doen. Als er één anekdote is uit Tokio, dat je voor de rest van je leven gaat navertellen, wat zou dat dan zijn? Dat weet ik niet of ik dat zo kan zeggen. De avond na onze laatste race, het was toch wel plezant. Wat hebben ze in de village, stays in de village. Met wie op een boot is er dan ook een kapitein? Ja, ik denk dat met de kapitein is. Toen we in Australië waren, zo over de lol eigenlijk zo één wedstrijd meegedaan in een tweemansboot. Dat was allemaal goed en wel als het goed ging. Ja. Maar als er zoiets verkeerd ging of dat was hij echt zo direct aan het zo, allee, what are you doing? Ik zeg, maar een keer rusten. Ik bedoel, we zijn hier wel voor de fun, hè. C'est difficile, hein? Oh là là. Chirik, ça c'est Joe. Ouais. Moi aussi, je dirais que ça, c'est Joe. Toi aussi, t'es difficile? Ouais, oui, moi aussi, j'ai difficile. Ça, c'est Joe. Alors ça, j'imagine que c'est moi. Ou c'est deux fois Joe. On demandera. All the work, all the years, all the sweat, all the tears. Now's the time. Now's the time. Now's the time.